Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van woensdag 7 maart van Weerplaza. Het was vandaag een rustige lentedag met temperaturen tussen de 6 graden in het noorden van het land tot 12 in Twente. We hadden wel veel wolken die trokken vanuit het zuiden over ons land en het hing allemaal samen met een zwakke storing die van zuid naar noord over ons land trok. Lage drukgebieden vinden we boven het oosten van Europa. En in de omgeving van Berlijn heeft het vandaag flink gesneeuwd. Dat krijgen we niet. Wij hebben te maken met een stroming vanuit het westen. In de loop van de avond en nacht zal het geleidelijk aan gaan opklaren. Dat laat ook de weercomputer zien dat de buien geleidelijk aan naar het noordoosten wegtrekken. Vannacht klaart het op, maar morgen krijgen we opnieuw te maken met een storing met enige buien. Vanavond en vannacht klaart het dus vanuit het zuidwesten uit op. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. En de temperatuur ligt tussen de 5 en de 6 graden en er staat niet al te veel wind. Vannacht zijn er opklaringen en tijdens opklaringen daalt het kwik tot rond het vriespunt. En de wind houdt het rustig. In het noordoosten kan er later lokaal mist ontstaan. Morgen is het wisselend. In het oosten begint de dag met zonneschijn. Later betrekt het vanuit het westen. Een gebied met regen trekt dan vanuit het westen naar het oosten... En in de middag klaart het dan in het westen op. Tot de avond zijn er nog buien mogelijk in het noorden van het land. En de temperatuur ligt in de middag tussen de 7 en de 9 graden. En wat opvalt is de wind. Morgen waait het een stuk harder dan vandaag. Windkracht 5 boven land, windkracht 6 of 7 aan zee. Daarna hebben we nog steeds wisselvallig weer. Vrijdag een overwegend droge dag met lange tijd. Een droge periode met geregeld zonneschijn. In het zuiden raakt het later bewolkt en gaat het regenen. En met 7 tot 10 graden is het nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dan hebben we het weekend: overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd nat, maar wel met hoge temperaturen. Ik ben Diana Woy van Weerplaza.